Een doodordinaire langspeelplaat spannend maken. Schilder en muziekliefhebber René Daniels deed het in 1977 met dit schilderij. Dat nu weer in het Van Abbe hangt. En op een gegeven moment begon hij te werken en wilde hij dus eigenlijk die energie van die muziek waar hij dol op was, die punk, new wave en no wave, wilde hij proberen te vatten in de kunst. Dus hij probeerde die energie over te brengen naar zijn kunstwerken. Ook andere schilderijen van René trekken de aandacht. Ze zijn groot en kleurig. De energie spat er vanaf. Daar kan je uren naar kijken en iedereen zal er ook wat anders uit halen. Dat is het mooie van het werk van René. En ja, hij had dus gelijk heel veel succes. En halverwege de jaren 80 was het echt zo dat hij de Nederlandse kunstenaar, hè, een van de grootste Nederlandse kunstenaars was, die ook in het buitenland exposeerde. In 87 kreeg de schilder een hersenbloeding, waar hij nooit meer helemaal overheen kwam. Sindsdien praat hij niet meer, maar hij is wel weer begonnen met schilderen. Kijk, dit is een recent werk van René. Hij is sinds 2006 weer aan het schilderen. En ja, het is iets schetsmatiger, tenminste het is veel schetsmatiger dan zijn eerdere werk, omdat hij na de hersenbloeding in 1987 heeft hij moeten revalideren en hij kan nog steeds zijn rechterhand niet goed gebruiken, dus hij moet met links werken. En daarin herken je dan toch weer de lentebloesemschilderijen die René in 1987 maakte. In het Van Abbe maakt René nou een muurschildering voor de bezoekers van zijn expositie. Ik hoop ook dat ze de wereld op een andere manier zien. Dat je toch ineens iets alledaags wat je tegenkomt ineens denkt van hé, bij die Daniels zat het zus en zo in elkaar.